zit dat vandaag wel op. De Coffee and the Fly. Hier, je kunt dat zien. Ja, maar dat hebben ze volgens mij in de Looi. In de Looi hebben ze dat niet gevonden volgens mij. De WK wandelvoetbal hebben ze daar gedaan volgens mij. Hè? Ja, dat was veilig joh. Hoor. De Aal vandaag. Ja. Maar nou is dat veldje daar in de Aalbergen. Dat is mooi verdreugd. In de Vilkeschool. Ja, de regen was een beetje te laag. Ja. De regen mocht er, het was ingezaaid, mocht er een paar maanden niet op. Maar het is wel een sproeieninstallatie moeten maken. Dan. Eigenlijk een sproeieninstallatie, ja. Ja zeker. Ja. Maar dat, ze zeggen wel dat het nog goed kan. Maar dat kunnen ze misschien inderdaad voor die Aal vandaag. Dan kunnen ze dan wandelvoetbal gaan doen. Wandelvoetbal WK. Ja, en in Aalbergen. Ja, dan moeten ze nog maar kleedhokken erbij maken. En douches. En een bar. Ja. Een bar is heel belangrijk. Ja. Dan komen wij op. De derde helft. Heel eens. Ja. Het gaat erop hier, hè? Afscheid hier van de laatste dag. Laatste dag keer de vakantie weer in Schievengewald. In Bergen is het al afgelopen. En in Offen ook. In Offen die samen met Heijenhummig. Ja, dat was al jaar of drie. Is dat misschien ook al een stukje plan voor Heijen weer terug te vatten? Dat weet ik niet. Stiekem. Ja. Maar kindervakantiewerk zit erop. Het gewone leven kan wel gewoon beginnen. Ja. Het was een beetje wisselvallig weer van de week. Ja, dat maakt goed. Voor die blagen niks uit. Maar dat maakt niks uit, dat moet kunnen. Die gaan erop, die maakt niks uit. Als het een beetje nat is, als die een beetje kunnen vetzakken. Dus dat bedoel helemaal, ik ook. Dat hoort er gewoon bij. Maar het is mooi geweest, de vakantie zit erop voor de blagen, het kan weer gaan beginnen gewoon. Hè? Ja, ze kunnen volgende week naar de school toe. Ze kunnen wel naar school, hippie. Nou, in de krant stond dat ze er ook allemaal heel veel zin in hadden, die jongen. Zou je goed kunnen, maar dat weet ik even ook niet. Lukt er niks van. Voor een goed kieken als je over straat loopt. Ja, maar ze mogen nog niet fotograferen. Nee, dat doen ze toch vanzelf? Ja, maar dan kunnen ze gewoon eraf wat halen. Hè. Ja. Je moet dat hele film moeten ze kieken. Als ze ook eraf moeten halen, kunnen ze flink knippen. Ja, dan knippen ze maar. Dan is hier een stuk van de weg geweest. Maar de hele gemeente staat vast op Cyclomedia. Ja, Cyclomedia heeft beelden gemaakt van alle buitengebieden en straten. Ja. En gewoon een balkje voor de kop. Ja. Een balkje voor de kop. Gewoon zwart maken en dan klaar. Helemaal op kreeg ik dat niet. Wel, ik wil wel een beetje helpen dadelijk. Ja. Oh, de wespen komen er ook al aan. Claudia had eigenlijk één ding niet goed gedaan. Hè? Wie is Claudia? Ja, met die hond. Wat dan? Ja. Als je een rekel had, dat is een hond. Hè? Je weet ook wel van een rekel is. Hè? Een rekel? Een mannetje. Ja, een reu. Daar hoefde geen zakje mee te nemen. We hadden de zak er al bezig. Het probleem is veel meer. Ja. Als je met een 112 ziet en je hebt een zakje. En de hond die doet even poepen. Ja. Zekske, hond, in de vuilnisbakje weggooien. Ja. Loopt er verder, heb ik geen zekske meer. Ja, maar je moet er meer mee nemen. Je moet, nee. Een hele rol. Ja, een hele rol. Dan hebben ze het in ui toch beter opgelost. De opschot toch? Ja. Die stellen gewoon zakjes beschikbaar. Die hebben dat bij de loswal, is zo'n hondenuitlaatplek. Ja. Zakjes worden gewoon beschikbaar gesteld. Ja, maar gaat er dan iemand staan dan? Ja, die judeelt. Ach, die hangt toch in zo'n bagje, die kunnen we gewoon pakken. Dat zei jij. Slim, hè. Zie je de kloven doen? Ja, ik weet niet. Het gaat los. Ja, laat ze maar. Oranjebuurt. We zien toch op de schep. We zien toch pas eind van het jaar aan de beurt. Jullie zien het eind van het jaar? Misschien pas het nee jaar, dus. Moeten we zo lang de poep afhalen? Zo lang moeten wij wachten. Ik kreeg riolering eerlijk. Ja. En stroom, elektriciteit en riolering kregen. Dus je wordt sluit offer. Aan. Offer. Of ui, of offer, hè? Ja. Of sluit aan bij de moderne tijd. Nou. Ja, maar dat zien we al lang. Dan. En dan krijg je ook internet. Ja. Kunnen het is ook een keer wel een werk kiezen. Ja. Oh, trouwens. Je woont in de Christinastraat. Ja, echt wel. Dat ga je nog niet gehoord. Dat is vanmiddag overleden. Helaas kan ik niet vlaggen. Niet? Nee. Je kunt niet vlaggen? Nee. Maar ze is dood. Prinses Christina is dood. Ja. Jammer. Ja, dat was een mooi shot, hè. Omdat, ja, maar dat was ook echt. Heel leeg vloog dat over. Zo'n dik transportvliegtuig. Een paar straaljagers erbij. Dat leek wel of La Broek weer open was. Ja. Ja, dus, is wel mooi eigenlijk. Het was even consternatie in Bergen. Want, ja. Hebben we hier ook al gezet dat ze dochter van daar komt Trump aan. Ja, daar hadden ze rustig kunnen laten komen. Dat hij op bezoek kwam even bij mijn hol. Er loopt toch niemand vooruit. Ja, we laten mensen weten, maandag kunnen ze hier eieren komen eten.
gratis, hè? Ja, gratis. Gratis erbij hier, lekker. Dus frühstukken in de tent. Toon, wat is de definitie van een picknick? Dat is toch op een dekentje buiten, ja. Op het gras, ja, open vlakte. Een mentje met wat eten erin. Open vlakte. Juist. Ja. In de looi, of in wel. Dus ja. De zonnebloem doet dat gewoon in de tent. Ja, maar die waren maakt als nat weer, hè? Maar ja, het was wel super georganiseerd, het was heel leuk. Ja. Maar dan is de sfeer eigenlijk weg, hè? Eigenlijk is het geen picknick. Eigenlijk is het geen picknick. Om een mijntje op de fiets te hebben. Mijntje, fiets, dekentje. Juist. Zo wordt dat. Ja. Nou, maar ze hebben centraal een nieuwe regiokalender. Ja, ja, die vernieuwd, hè? Helemaal nieuw. Het ziet er echt mooi uit, gelikt, heel overzichtelijk. Ja. Je kunt gelijk zien wat er allemaal te doen is. Ja. Mensen kunnen alles erin gaan plaatsen. Oh ja, je kunt het gewoon zelfs inzetten. Ja. Dus dat is hartstikke handig. En tot weekend hebben we feest natuurlijk, hè? Zie ik wel. Ja, zie je wel eens aan de beurt. Nou, zie je wel eens aan de beurt. Ja. Kermis, drie dagen kermis. Ouderwets. Ouderwets in de tent, de kermis. Ja. En wat ze in Zierigwald ook doen, nachtvissen. Is ook voor het weekend. Hebben ze afgekeken van de nachtkras hier in Zierigwald. Ja, dat doen we het hier aan de premier Wokmes. Dat is gewoon nachtkras met een hengeltje. Ja. Ja, ja. Ja, we zien wel geweldig gastvrij ontvangen. Ja. Maar zoals gewoonlijk in Zierigwald. Zierigwald is altijd goed. Ja, dat bedoel ik ook. Nee, we bedanken de organisatie van de totaal vernieuwde Maar. Opzet, kermis. Maar super ouderwets. Ja. Super ouderwets. Ja. Kermis, tentkermis. Hier zie je wat weekend, drie dagen feest. En er zijn heel veel mensen die gaan kijken of dat gaat slagen. Oh ja? Op andere dorpen. Dat zou je heel mooi zien. Dat we dat overal in Gansbergen, in de hele gemeente Bergen gaan doen. Echt succes wel. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje. Hieronder. Delen. En reageren. Een heel fijn weekend. En tot de volgende week. Hoi. Ja, ik was wel merken dat het nog vakantie was op de gemeente Bergen. Ja, daar zit er veel werk. Op het gemeentehuis. Daar zit er erg veel werk. Manon zat helemaal alleen. Ja. Ik kon alles zelf beslissen. Ja? Ja, ja. Ja. Niet goed. Nee, goed. Ja, niet goed. Ja. Oh, goed.